allemaal. Vandaag is het Wereld Tennisdag. Ja, ik heb zelf niet zoveel met sport. Ik word zelfs al moe van de sport op televisie. Ja, dat zegt ook weer wat meer over mij dan over de sport. Maar goed, vandaag is dus Wereld Tennisdag. Laten we eens een tennisracket tekenen. Dat is wel... hoe teken je dat nou eigenlijk, een tennisracket? Doe je weer mee? Ja, hoe teken je nou zo'n tennisracket? Laten we maar eens beginnen met gewoon de ovaal van het racket. Zo. Binnenkant van het racket. Daarin moeten natuurlijk die verschillende lijntjes lopen. Proberen zo goed mogelijk evenwijdig aan elkaar. En natuurlijk ook de andere kant op. Wat je kan doen, is je blaadje draaien om het makkelijk, jezelf makkelijker te maken. Zie je, dan heb je dezelfde beweging. En dan kun je misschien denken, maar dat is vals spelen. Nee, het is helemaal niet vals spelen. Je moet gewoon je blad kunnen draaien. Zo. Computerscherm is dat wat lastiger om dat te draaien. Tegenwoordig kun je in heel veel programma's kun je ook gewoon de canvas draaien waar je mee bezig bent. Ja, dan moeten we even kijken hoe we dit hier laten aansluiten op dat handvat. Want hoe loopt dat dan? Ik ben ook helemaal geen tennisser. Ik ben sowieso heb ik niet zo heel veel met sport. Ik weet niet of dat... Misschien is het wel echt een ouderwets tennisracket hoor. Ja, hier zit natuurlijk dat... dit is volgens mij helemaal niet hoekig. Volgens mij is dat meer zo rond. Meer zo'n handvat. Kan natuurlijk ook. Zo. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog die tennisbal. Zullen we die er gelijk bij tekenen? En... loopt dat lijntje van zo'n tennisbal? Volgens mij is dat zo. Nou, ik vind hem best geslaagd. Probeer het ook. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.